Dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk welkom bij Muziek De Roos. Wij zijn een muziekschool die gratis lessen geeft via YouTube. En daarvoor hebben wij een aantal boeken geschreven die te koop zijn op www.webshopderoos.com. Een van onze belangrijkste boeken is de keyboardcursus en die bevat 50 lessen. En in dit filmpje zal ik de eerste 10 lessen voorspelen en uitleggen. En zodanig dat u ook met mij mee kan spelen. Ik speelde net voor u nummer 5. Daar gaan we natuurlijk niet mee beginnen. We beginnen met nummer 1. En dat is het eerste begin. Die ga ik zo even voor u uitleggen. Maar we gaan beginnen met de toetsenwijze even uit te knippen. Zowel de eerste 10 lessen als de toetsenwijze kunt u krijgen via onze webshop. www.webshopderoos.com. Die 10 lessen kunt u gratis downloaden. En deze toetsenwijzer, die kunt u krijgen als u ons even een mailtje stuurt. Dan wordt die naar u toegestuurd. Nou, we hebben er 2 nodig. Eentje voor de rechterhand en eentje voor de linkerhand. En het mooie van deze cursus is dat u mee kunt doen en mee kunt spelen ten alle tijden dat u dat wilt. Want ze staan altijd op YouTube. We hebben bijna 1000 video's op YouTube staan. Dus u kunt u voorstellen dat er nog heel veel leuke muziek voor u te spelen is. Nou, we hebben er 2 nodig. En dus terwijl ik even doorpraat, zal ik deze 2 even uitknippen. Zo, even het witte stukje eraf. Ja, we hebben niet alleen een keyboardcursus, maar we hebben ook een pianocursus. En daarnaast hebben we heel erg veel speelboeken. Met meezingers, met klassieke nummers, met bekende nummers. Soms hebben we zelfs top 40 nummers. Dus wij zijn een hele actieve school en ik kan u verzekeren dat er echt duizenden en duizenden mensen met u meespelen. En ik hoop dat u dat ook met ons gaat doen. Goed, de toetsenwijzers gaan we even neerleggen. Dat kunt u ook op uw eigen keyboard even doen. De eerste gaat hier. Zo. Dat is even kijken. Bij de meeste keyboards is dat de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste toets van het keyboard. Maar het wil ook wel eens dat het keyboard met een D-snoot begint, de F. Dus dan ziet u aan de 3 zwarte toetsen en dan is het de 5e. Oké, en de andere legt u er precies naast. U ziet dat er van die zwarte dingetjes op staan, een setje van 2 en een setje van 3. En die moeten precies dit volgen. En we zeggen altijd, voor de 2 zit de C. Voor de 2 zit de C. Goed, die ligt. Dan gaan we even kijken naar het eerste nummer. Die heeft u dus gedownload als het goed is via www.webshopderoos.com. En die kunt u dan uitprinten en dan kunt u even met me meekijken. Wij spelen vanaf het echte notenschrift. Dus geen trucjes of kleurtjes of cijfertjes, maar het is het echte notenschrift. En u ziet dat het notenschrift is opgebouwd uit lijnen en van die zwarte balletjes. En die gaan we dus spelen. Het zwarte balletje geeft aan welke toets ik in moet drukken. En soms zien ze er ook anders uit. Dat geeft dan de lengte van de noot aan. Nou, het eerste nummer hebben we 5 verschillende noten nodig. Dat betekent met 5 verschillende vingers. Dus ik stel voor dat we beginnen even met een oefening voor de beide handen. Eens even kijken. We spelen dus met 2 handen. De vingers heten 1, 2, 3, 4, 5... Dus we zetten de duim boven de C, wijsvinger boven de D, middelvinger E, ringvinger F, pink G. En hetzelfde doen we andersom. 5, 4, 3, 2, 1, dus de duim is altijd 1, op die onderste noten, C, D, E, F, G. Staan ze alle 5? Dan moet u proberen ook om de hand een beetje bol te doen en de vingers niet plat, maar een beetje gebogen. Dan moet het er ongeveer zo uitzien. Dus ik heb de vingers zoals u dat ziet. We beginnen even met een oefening van de vingers. We zetten de handen op de toetsen. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Zo. En we doen de duim van de rechterhand. Wijsvinger. Derde vinger. Ringvinger. Pink. Trapje van C naar G. C. Doet u maar mee. 2. 3, 4, 5. En dan gaan we weer terug vanaf de pink naar beneden de duim. 5, 4, 3, 2, 1.
Datzelfde doen we met de linkerhand. 5, 4, 3, dat is de E, 2 is de F, duim is de G. Duim, wijsvinger, middelste vinger, ringvinger, pink op de C. Nu gaan we beide handen samen spelen. Ik begrijp dat u dat nog niet gelijk kunt, maar dan kunt u het filmpje een stukje terugspoelen. Komt-ie. C, D, E, F, G. G, F, E, D, C. En belangrijk is dat u ziet dat al uw vingers een beetje gebogen zijn. Dat uw hand een soort opening heeft, net als u bijvoorbeeld een tennisbal op zou pakken of een sinaasappel. En dat uw vingers altijd in contact blijven met de toetsen. Dus niet als u de duim speelt dat u de pink op gaat tillen. Of als u de pink speelt dat u de duim op gaat tillen. Dit is het tempo waarin het op een gegeven moment moet. Dus in het begin moet u veel dit toonladdertje spelen. Boer, er ligt een kip in het water, zeggen wij als wij kinderen les geven. Hoe vaker u dat doet, hoe soepeler uw handen worden. Maar als uw handen pijn beginnen te doen, rust nemen. U moet niet door de pijn heen spelen, want dan kunt u natuurlijk een blessure oplopen. Nu gaan we naar het nummer kijken, want dat gaan we vandaag spelen. Wat zien we? We zien, ik ga het stuk voor stuk even doornemen. U ziet hier een krul staan. Die krul die heet een G-sleutel. En de G-sleutel betekent de rechterhand. U ziet hier 5 lijnen staan. Een notenbalk heeft altijd 5 lijnen. U ziet hier vakjes staan. Die vakjes heten maten. En dus 1 vakje heet een maat. Die zijn bedoeld om u te leren in de maat te spelen. Dus het ritme te volgen. Nu het belangrijkste. We zien dat de noten verschillend van vorm zijn. De zwarte noot heet een kwartnoot. Die duurt 1 tel. De kwartnoot die leeg is van binnen, die ziet u op de derde regel staan, heet een halve noot. Die duurt 2 tellen. En we hebben er nog 1. Dat is een noot zonder stok. Dat ziet u hier. Dat is de hele noot. Die duurt 4 tellen. Dit zijn de 5 noten die we net gespeeld hebben. C, D, E, F, G. Daar ziet u ze ook staan. C, D, E, F, G. U ziet ze ook op uw toetsenwijzer staan. C, D, E, F, G. We gaan samen dit spelen. Rechterhand. Rechterhand legt u op de toetsen. Nu kijkt u naar uw notenschrift en u ziet dat ene... Die eerste noot die heeft een streep erdoor staan. Dat is een C. Dat is altijd een C. Druk er maar in. C. Volgende noot. D. E. F. G. F. E. D. C. D. E. F. G. 2. 3. 4. Dat is een hele noot. Die duurt 4 tellen. Dus je moet 4 tellen de noot ingedrukt houden. Wij doen de tweede regel nu. Die begint met de G. G, F, E, D, C. D, E, F. G, F, E, D, C. 2, 3, 4. Derde regel zijn halve noten, die duren allemaal 2 tellen. Hand weer op de toetsen, opgelet, speelt u maar. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Laatste regel begint met een G, dat is de pink. Ik zal dus 4 tellen vooraf tellen. Kunnen we samen beginnen? Dat is handig. 1, 2, 3, 4. G, 2. G, 2. F, 2. F, 2. E, 2. E, 2.
D, 2, D en de C met de duim. En die moet u 4 tellen ingedrukt houden. 3, 4. Goed, ik zet mijn boek even terug. Ik zet er even een ritmetje bij aan. Dat is een metronoom. Dat zit op veel keyboards. Misschien heeft u dat niet, dan kunt u ook een app downloaden. Tempo is een beetje snel. Ik ga een tempo 85 doen. U hoeft hem niet aan te zetten. Tempo 80. U hoeft hem niet aan te zetten, want zo kunnen we samen spelen. Dus ik doe het ritme, maar we spelen samen. Ik ga hem nog iets langzamer zetten. Tempo 65. Ik tel 4 tellen vooraf, dan gaan we allebei 4 de regels spelen. 1, 2, 3, 4. Deze duurt 4 tellen. 2, 3, 4. Deze duren allemaal 2 tellen. En de D, D, E, E, F, F. G van 4 tellen. 2, 3, 4. G, G, F, F, E, E, D. C. 2, 3, 4. Dit moet u natuurlijk goed oefenen tot u dat net zo vloeiend met mij mee kunt spelen. Intussen gaan wij naar keyboard 2. Keyboard 2 heet Goed op weg. Is eigenlijk hetzelfde als keyboard 1. Alleen staan er in één maat zowel halve noten als kwartnoten. Dus dit is een halve noot van 2 tellen, dit zijn 2 kwartnoten van 1 tel. En samen is dat 4. Dus u heeft al gezien dat het steeds 4 tellen is. Daarom staat hier een 4. 4 vierde betekent 4 tellen in elke maat. En onze teleenheid is de kwartnoot. Ik ga dit nummer even voor u voorspelen. Daarvoor kijk ik even welke staal ik moet gebruiken. Dat is country, heb ik erboven staan. Eens even kijken. Country is bij, doe ik staal, 0, 9, 5. 0, 9, 10. Country, kijk ik even hier of ik hem hier kan vinden, is 1, 1, 5. Dat is een goede. Country, 8 beat staten. Tempo 95. Moet ik een geluidje, laat ik nog even op piano staan en ik speel hem voor u voor. Dit is een behoorlijk snel tempo. Hij staat op 130. Laat ik om voorspelen 105 doen. Zo moet u hem uiteindelijk kunnen spelen. Ik zal steeds ieder nummer voorspelen in het tempo en op de wijze waarop u het uiteindelijk zou moeten kunnen. 2, 3, 4. Eén, twee, drie, vier. Eén, twee, drie, vier. F. Twee, drie, vier. Eén, twee, drie, vier. Even doorspelen, spreken dit nummer. Dit nummer heeft dus 4 regels en elke regel heeft 4 maten. Hele noot duurt 4 tellen, moet ik dus de toets 4 tellen ingedrukt houden. Halve noot 2 tellen, kwart noot 1 tel. Nou, dit was logisch. C, D, D, E, F, F, G en dan hebben we een sprongetje. E en weer een sprongetje. C. Dan moet u dus tijdens het spelen
een toets overslaan. Even kijken. G, F, F, E, D, D. Dit is een veel grotere sprong. C, G, E. Dus C, G, E. De derde regel begint met een hele noot. Vier tellen. Van een C is dat. En dan, dit is een F. F, die zit daar. 1, en die duurt 4. 1, 2, 3, 4. En dan ga je naar de F. En dan naar de D. Die sprongetjes zijn wel lastig. Vierde regel. Zijn twee C's, elk van twee tellen. E, E, G, G. Twee tellen G, twee tellen D. C, 2, 3, 4. We gaan een keer samen spelen. U kunt altijd de video even op pauze zetten en dat even voor uzelf spelen. Maar, en als u hem weer aan, als u het redelijk kan, dan gaan we een keertje samen spelen. Dat doen we dus nu. Ik doe het even met de metronoom. Ik doe hem iets langzamer dan ik net heb gespeeld. Ik doe hem op 90. Ik tel vier tellen vooraf, zodat we samen kunnen spelen. Rechterhand op de toetsen. Mooi contact maken met de toetsen. 2, 3, 4. D, D, E. F, F, G. E, C. 2, 3, 4. Twee, drie, vier. Vier F'en. Een D van vier tellen. Een vier G's. En een E. Twee, drie, vier. Twee, drie, vier. Dat was nummer 2. We gaan nu naar nummer 3. Voor nummer 3 zie ik dat er iets veranderd is. Nummer 3 heeft van die letters boven de notenbalk. C, G, G, C, C, G. Ik denk dat dat te maken heeft met de linkerhand. Ik ga hem eens voorspelen. Ik zie staan country 90. Ik ga eens even kijken. Staal. Ik doe 115, zit ik op die counter die ik net heb gebruikt. Even een geluidje bij vinden. Voice. Bijvoorbeeld een saxofoon. Ik ga ritme aanzetten. Het tempo kan ik wel even nu hoger zetten voor het voorspelen. Ik zet hem op 120. Hier staat 90, maar... Als u het redelijk kan spelen, goed kan spelen, is 120 misschien haalbaar. En kijk, ik ga de linkerhand erbij gebruiken. Daarvoor moet ik even mijn keyboard in keyboardstand zetten. Dat doe ik met de A, C en P knop. Die zit bij mij hier. Zo. Kijk, nu heb ik een akkoord. Ik had dat net niet. Ik ga ook even een introotje doen. Dat leert u allemaal later. Kan dat al, als u al zo ver bent? 1, 2, 3, 4.
Goed, u ziet dat ik tijdens het voorspelen af en toe op andere knoppen druk. Dat leert u ooit. Dat is niet nu van toepassing. Nu is het van, u zet uw keyboard aan en u concentreert u op uw spelen alleen. Ja, u zag dat ik de linkerhand erbij gebruikte. Keyboard spelen is rechterhand en linkerhand. Rechterhand de melodie. In de linkerhand spelen wij combinaties van noten. Dat noemen wij akkoorden. Dit is een C-akkoord, dit is een G-akkoord. En die worden gevraagd in dit nummer. Als u wilt, u ziet dat ik de toetsenwijzers wegdoe, kunt u via onze site een speciale toetsenwijzer bestellen om dit te oefenen. Dit is de zogenaamde toetsenwijzer die hoort bij de eerste 10 lessen. En als u die bestelt, dan ziet u, dat is stevig plastic. Afwasbaar plastic zeg ik ook altijd erbij, want als ze smerig worden, kunt u die gelijk weer lekker afwassen. En over de blauwe lijntjes moet u die uitknippen. Dat doe ik dus nu ook. En dan staat op rechts, zie ik. Zo, dit is de eerste. En geloof me, het is stevig plastic. Zo, dit is de eerste. Die gaat, eens even kijken, hier zo. U ziet die twee zwarte en hier de drie zwarte. Die zitten precies hierboven. Hier ziet u ook dat de noten C, D, E, F, G erop staan. Ziet u staan? C, D, E, F, G. Dat is ook gemakkelijk bij het spelen. Dus mocht u extra oefening willen hebben, dan is dit een hele, hele prettige aanschaf, kan ik u vertellen. Ze zijn niet duur. De juiste prijzen vindt u op onze webshop www.webshopderoos.com. Daar kunt u ze ook bestellen. We hebben veel meer muziekkaarten. Ik laat u er zo dadelijk, als ik deze heb uitgeknipt, er nog eentje zien die ook met akkoorden te maken heeft. Zo. Hij knipt niet zo makkelijk als papier, want het is, zoals ik zei, stevig plastic. Dus u moet het bij u thuis, als u er eentje heeft besteld, maar iets netter doen als ik dat nu doe. Want ik zie nog een heleboel blauw, dat is er niet nodig. Eens even kijken, die moeten zo op. U ziet weer die 2, u ziet weer die 3. En de C die weet u onderhand te vinden en dan ziet het er zo uit. Mooi. En dan ziet u dat de akkoorden daar staan. Het C-akkoord zit u met een blauw balletje. Dus dat is de pink op de G. En de wijsvinger op de C. En de duim op de E. En dat mag u met z'n allen even doen. Dus de pink op de G. De wijsvinger op de C. En de duim op de E. En uw computer moet op. Of uw computer. Uw keyboard moet op laptop. Nou. Uw keyboard moet op keyboardstand staan, dat is de A, C en P. Als u dat niet doet, dan is alles één geluid. En als u dat wel doet, dan is het een keyboard en dan kunt u akkoorden spelen. Het andere akkoord wat we nodig hebben, is het G-akkoord. En het G-akkoord is ook de pink op de G, de middelste vinger op de GB en de duim op de D. Dus 5, 3, 1. C-akkoord is G, C, E. En het G-akkoord is G, B, D. Wij hebben, mocht u dat nodig hebben, ook voor alle akkoorden die u in de cursus gaat gebruiken, hebben wij een toetsenkaart gemaakt, akkoordenkaart. En hier ziet u dan dat C-akkoord staan. U ziet C-akkoord staan, G, C, E. En u ziet het G-akkoord staat aan de andere kant, bovenste, G, B, D, met 5, 3, 1. Alle akkoorden die u in uw leven gaat gebruiken voor toetsen voor de cursus, die staan hierop. Er is ook een uitgebreide akkoordenkaart. Daar staan minuursubtiemen op, majorsubtiemen en dimakkoorden, maar die heeft u in de eerste tijd niet nodig. Hele nuttige aanschaf, deze keyboardkaart. Ik ga hem ook gebruiken deze akkoordenkaart tijdens de cursus. Goed. We gaan niet de rechterhand spelen in deze les. Dat gaat weer te ver. Anders duurt deze les echt te lang. Maar u mag wel meespelen met de linkerhand. Lees gewoon mee. Ik doe hem iets langzamer. Ik druk op tempo en ik doe hem nu op 95. Ik tel 4 tellen vooraf. En u mag de linkerhand spelen.
U mag op de rechterhand spelen. En als u al een tijdje geoefend hebt, mag u ook bij de handen spelen. 2, 3, 4. Wisselen. 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 Deze duurt 4 tellen. 2, 3, 4. Heel mooi nummer. Ja. Ik denk dat we, als u dit ook zo kunt spelen, dat u zeker al zo'n 4 weken bezig bent met spelen. Probeer gewoon elke dag even te spelen. Hè? Dat is beter voor uw handen. En zet af en toe op uw keyboard op piano. Of als u hem aan en uit doet, staat hij waarschijnlijk ook op piano. En zoals ik zei in het begin. Weet u nog, aan het begin van de eerste les... Dit is om uw vingers soepel te krijgen en soepel te houden. Wij gaan naar het volgende liedje. Zoom, zoom, zoom. Zoom, zoom, zoom. Is even kijken. Ik ga hem op staal 083 zetten. Even kijken hoe dat klinkt. Iets te snel, dus ik ga hem iets langzamer zetten. 110 zoals er boven staat. En ik ga als voice ga ik gebruiken de trompet. Hou ik op. Ik zet die erboven. Ik zet die erboven. En ik ga eens even een intro doen. Zo. Maar dat leert u nog, hè? Nogmaals. Dit is alleen maar voorspelen. Intro. Moet ik dus wachten totdat de intro is afgelopen? 1, 2, 3, 4. Het nummer 4 lijkt echt op nummer 3. Het is alleen dat er alweer een akkoord in staat aan het eind. Ik zie op de vierde regel G7 staan. Wij zeggen in de praktijk niet snel 7 in de muziek, we zeggen septiem. Dus ik zal het vaak een G-septiem akkoord noemen. Dus eerst een G-akkoord en een G-septiem. En in veel cursussen staat het G-septiem met 3 noten. Maar ik kan u verzekeren, het heeft 4 noten. 4 noten. Ik pak mijn toetsen, mijn akkoordenkaart er even bij. En mijn akkoordenkaart zie ik staan bij de G. Daar onder septiem, dat is de derde. Zie ik staan dat die bestaat uit de G, de B, de D en de F. Ziet u wel? De G, de B, de D en F. En dat is, speelt u maar even mee. De G, B, D, F. Lastig akkoord in het begin. En u bent soms ook geneigd om de ringvinger te pakken op de B, maar dat is niet goed. Het G-akkoord is met de derde vinger. En G-septiem is ook met de derde vinger op de B.
wat ik zou willen, dat we een oefening samen spelen. Ik doe het ritme van net even aan. Ik doe hem wat zachter. Langzamer. En dan noem ik steeds het akkoord op. En dan moet u met mij meespelen. We beginnen met C-akkoord en C-akkoord. En G-akkoord over vier tellen. 1, 2, 3, 4. G-akkoord. En C-akkoord weer terug. 3, 4. G-akkoord. 1, 2, 3. En nu. En C-akkoord. 3, 4. En het G-akkoord. 3, 4. En nu doen we G7. Dat betekent dat u de bovenste twee vingers moet veranderen. 2, 3, 4. G7. Dat is even oefenen in het begin. En C-akkoord. Oké, stopt u maar. C, G, C. Zo snel zou u het moeten kunnen. Of C, G septiem, C, G septiem, C, G septiem. En u ziet dat ze allemaal die G als onderste noot hebben. Met de pink. Dat is uw steun. We gaan naar nummer 5. Midden in de zomertijd vind ik een leuk nummer. Wij gaan eens even kijken. Country Pop zie ik staan. Ik denk dat dat staal 116 is. Ja, dat is goed. Ik neem Voice 137. Dat is een fluit. Even kijken. Duo vind ik ook altijd mooi om erbij te zetten. Even kijken hoe die klinkt. Mooi. Ritme aan. Ik zal hem even op. Hij staat op 110 zetten. Staat hij nu? Ik zet hem op stop. Ik zet even een introotje en ik speel hem even voor u. Als u wilt, kan u al meespelen. Misschien rechterhand. Misschien heeft u dit nummer al een keer gespeeld en wilt u nu meespelen. Kan altijd. Of alleen linkerhand. 1, 2, 3, 4. Langzamer doen. U kunt meespelen. 2, 3, 4. Ik beperk mij in dit nummer door alleen even te melden wat er nieuw is. Ik zit even mijn boek te zoeken. Die zit hier. Die staat nog op zo'n. Wat nieuw is aan dit nummer is dat de noten verbonden zijn door middel van een boog. Dat betekent in praktijk alleen maar dat die noten bij elkaar horen. Dat u eigenlijk dus niet moet spelen. Maar dat u ze als het ware een beetje aan elkaar moet plakken. Dan hebben we een soort mini-pauze en dan begint de tweede regel. En zo werkt het ook in werkelijkheid. Het zijn zinnen. U moet het spelen als zinnen. Daarvoor zijn die bogen. Voor de rest zijn geen nieuwe zaken in dit nummer, dus wij gaan naar nummer 5. Hansje Klein. Hansje Klein speel ik ook in twee tempo's, zowel langzaam als snel.
We beginnen even voor de mensen die met mij die hetzelfde keyboard hebben. Dit is trouwens een Yamaha 453. Is dat zo? Denk het wel. Ja, dit is een PSR E453. Ik hou van Yamaha keyboards. Die doen het goed, zijn betaalbaar en zijn sterk. En alles wat u nodig heeft in het begin zit erop. C-akkoord, G7-team. Ja, dat kan. Ik ga kiezen voor Voice 024. Dat is een orgel. En ik ga kiezen voor de Staal 84. En dat is een BB. Staat voor Big Band. Kijk hoe die klinkt. Beetje snel. Dus ik ga hem op 108 doen. Nou, dat is wel een verschil. Hij staat op 180. Nu staat hij op 108. Dus ik ga hem stoppen. Ik ga even een introotje doen. Handen op de toetsen. 1, 2, 3, 4. Samen doen. Ik ga hem op 95 zetten en ik tel 4 tellen vooraf. 1, 2, 3, 4. Wel goed kunnen spelen voordat u doorgaat naar het volgende nummer. Want het gaat om de oefening die u moet krijgen met de akkoorden en met de rechterhand. Dus ook altijd, ik doe me weer op Voice 001. Voice 001, de 1 zit daar. C. Dit moet u elke dag even oefenen. Ik ga naar nummer 7. Nummer 7 is een ander soort nummer, want het is namelijk een wals. Als u dat goed ziet, tot nu toe hebben we altijd nummers gespeeld die begonnen met 4 vierde. Dit nummer begint met 3 vierde. En 3 vierde noem ik een wals. Sterker nog, elke wals is een 3 vierde, elke 3 vierde is een wals. En een wals is hoempa pa hoempa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. En zo moet u dit ook spelen. Ik ga dit voorspelen voor u. Ik kies daarvoor een wals in mijn staal. En ik denk dat dat boven de 200 is. Ik zie daar Oberwals staan. Oberwals 201. En als voice neem ik daarbij een trompet. Sweet trompet. Ik ga even kijken hoe die klinkt. Dat is wel heel snel, dus ik ga mijn tempo even wijzigen. Ik druk op tempo en ik zie 160, ja, hij staat op 190. Dit is het tempo waarin ik het einde wil hebben, zodat als u het goed kan spelen, moet u dit kunnen spelen. Introotje. Twee,
dat was natuurlijk wel heel erg snel. Ja, er komt een nieuwe noot bij. Ziet u dat? Als een hele noot 4 tellen duurt, past die natuurlijk nooit in een maat van 3 tellen. Dus we hebben deze er nu bij gekregen. Dat is de halve noot met een punt en die duurt 3 tellen. Dus we hebben nu 4 verschillende soorten noten. De kwartnoot duurt 1 tel, halve noot duurt 2 tellen, halve noot met punt duurt 3 tellen en de hele noot, hier ziet u de eentje zonder stok, duurt 4 tellen. Wij gaan samen spelen, maar dan wat langzamer. Ik ga naar tempo 100. U kunt zelf beslissen rechterhand of linkerhand, samen mag ook. 3 tellen vooraf. 1, 2, 3. Dank u wel, dat was nummer 7. Wij gaan nu naar nummer 8. Bij nummer 8 ga ik eerst even de voice inzetten. De voice doen we, even kijken, 109. Doen we ook de sweet trompet duo, zodat we de 2 krijgen. Dat kan dit keyboard. Ik ga een panfluit nemen. Even kijken, de panfluit is 1, 3, 6... Kijk, daar staat op dit soort lijstjes die ernaast zitten, zullen bij u ook al eens zijn. Viooltje erbij. Staal 124, want er staat iets Zuid-Amerikaans. Ik heb Bossa Nova. Tempo is 124, zet ik even op 115. Even kijken hoe het klinkt. Mooi. Oké, ik ga hem even voorspelen voor u. Twee, drie, vier. Onlangs kreeg ik een mail van iemand die vroeg of ik in plaats van deze E ook deze E mag gebruiken. Jazeker mag dat. Als u denkt ik ga 8 noten hoger spelen, dan noemen wij een octaaf, is dat geen probleem. Mocht u dat eens willen proberen, gaan we dat nu even oefenen. Thank you.
Ja, u hoort mij steeds lage B zeggen. Die lage B, als dit de C is, dan zit er nog een noot. Deze hangt er net onder. Dat is de B. Die zit daar. Let ook op de vingerzetting. Op dat moment speel ik dus de lage B met de duim. En daarna weer de D gewoon met de wijsvinger. Dat staat erboven. Ja? En verder geen bijzonderheden. Dus als u deze kan spelen, dan gaan wij naar nummer 9. Nummer 9, Duitse wals. En in Duitse wals zit een nieuw akkoord. Dus ik pak weer mijn toetsenkaart erbij. Die ik steeds op een andere plaats neerleg, geloof ik. Daar ligt die. De toetsenkaart. Het F-akkoord staat hier natuurlijk. Daar. En dan ziet u dat de onderste noot van het F-akkoord niet een pink op de G is, maar de ringvinger op de A. Ja? Die kunt u eventueel met een stift op uw eigen toetsenwijzer erbij zetten. Dan is de ringvinger op de A, wijsvinger op de C, duim op de E. En dat gaan we even samen doen. Dus pakt u maar eerst een C-akkoord. C-akkoord, ja. Dat is G, C, E. En dan gaat de duim eentje naar rechts. En in plaats van de pink drukt u de ringvinger op de A in. En ook in uw display staat nu een F, als het goed is. Sommige displays staat het akkoord. En terug een C-akkoord. En nu naar G-akkoord. C-akkoord. F-akkoord. C-akkoord. Oké, ik ga dit nummer voorspelen voor u. Even kijken, ik gebruik als staal 206. Dat is een bijzondere, dat is een soort wals. In mijn geval heet die fun 3/4 maat. Van die eerste tel, die is opvallend. Als voice neem ik de 109. Dat is een trompet. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Onmiskenbaar een wals. En onmiskenbaar een 3/4 maat. Alleen een beetje snel. Tempo ga ik doen naar 125. Ik zet mijn handen op de toetsen. Ik heb hem op intro staan. Nogmaals, die knoppen is voor later. Voor later in de cursus. Nu nog niet. Twee, drie. Het zal al enige weken duren voor u het C-akkoord, G-akkoord, F-akkoord vloeiend kunt spelen op deze manier. Uiteindelijk zal dat zeker moeten dat u dit akkoord zo snel op iedere manier kunt wisselen. In de tussentijd gaan wij naar nummer 10. Het laatste van dit tiental. Ik ga even kijken, het is een kerstnummer. Misschien is het bij u hoogzomer, maar dat mag eigenlijk toch niet zoveel uitmaken. Staal 192, dat is een typische kerstmesstaal. Staat er ook kerstmes swing. Klinkt ook. Is alleen een beetje snel, dus ik zet hem op zoals gevraagd 112. Dat staat boven dit nummer. 112. En als voice, ik druk even op voice. En dat is de 089. Heb ik een koorgeluid. Of u dat mooi vindt, ik weet het niet. Vindt u die mooi, kiest u iets anders, een orgeltje. Of een trompet, of een fluit. Hier staan ze allemaal. U kunt ze op uw eigen keyboard opzoeken. 2, 3, 4.
even kort. G7 of G17. Doen we nog een keer. 1 2 1 2 3 4. En nu spelen wij 8 noten hoger om te proberen, dus niet deze E, maar die E. 2, 3, 4. Even kort. Goed, fijn dat u erbij was. 10 nummers lang. Hoe gaan wij nu verder voor de mensen die het boek gekocht hebben? Dus het boek via de website. Dan kan ik zeggen dat ook van de nummers 20 tot en met 30, 10 tot en met 20, 30 tot en met 40, 40 tot en met 50 er een video zal zijn. Alle nummers apart staan ook als lesvideo op YouTube. Maar dat is nog de oude druk van het boek. Dus soms is daar een afwijking. Voor de mensen die 10 nummers gratis hebben gedownload en er met ons 10 lessen bij waren, ik hoop dat u het plezier in het spelen gevonden heeft en dat u dan besluit om het boek aan te schaffen en het wereld van het keyboard spelen nog veel verder zult gaan verkennen. Daar bent u niet in alleen. Duizenden mensen spelen met u mee. Niet alleen in Nederland, maar ook over heel Europa. Zelfs nog veel verder. Nogmaals, fijn dat u erbij was. Ik heb hoop van harte dat wij als Muziekschool De Roos u hebben laten kennismaken met het hele fijne hobby die keyboard spelen heet. En wij hopen nog lang, lang samen te mogen spelen met u. Dank u wel. Tot ziens.